Hij moet een schuilplaats zoeken, snel. Maar het is zo dicht begroeid dat hij niks kan zien. Laat hij maar naar rechts gaan, want van links komt het geluid. Auw, een schram. Niet aan denken, gewoon door blijven rennen. Achtergelaten en alleen op een onbewoond eiland. Het is ieders nachtmerrie, maar toch overkomt het Vincent. Vincent is de hoofdpersoon van het boek Verlaten, dat geschreven is door Anne-Joke Smits. Om het boek meer onder de aandacht te brengen, hadden leerlingen van OBS de Nassau-school en CBS de Kleine Wereld meegedaan aan een wedstrijd. Daarin konden de kinderen ervoor kiezen het verhaal af te schrijven of een nieuwe omslag te ontwerpen voor het boek. Vandaag werden de vier winnaars bekendgemaakt in het Scheepvaartmuseum. Nou, wij moesten van die vrouw die ging uitleggen hoe het eiland eruit zag en zo. En ze vertelde dat er allemaal vogels waren met felle kleuren en palmbomen. Dus ik had een zwart papier gepakt en ja, dat getekend. Ik heb een verhaal geschreven en dat gaat over een jongen en die gaat dan naar de toekomst. Kan je een klein stukje voorlezen? Ja. Er zijn overal bomen. Misschien kan hij in een boom klimmen. Ja, daar is een goede boom. Nu maar hopen dat dat geschil niet van een gorilla komt. Hey, in deze boom hangen kokosnoten. En daar mango en daar bananen. Het is een voedselparadijs. Dat is een heel mooi verhaal. Vond je het moeilijk om het te verzinnen? Nou, eerst moest ik wel nadenken waarover ik het ging doen en hoe het verhaal dan ging. Maar uiteindelijk ging het wel makkelijk. Schrijfster Anne-Joke Smits kreeg niet zomaar een paar tekeningen en verhalen om uit te kiezen. Ze moest uit meer dan 30 bijzondere tekeningen en verhalen een keuze maken. Ze gingen allemaal over het thema dat iemand wordt achtergelaten op een onbewoond eiland. Daar had ik een verhaalbegin voor gemaakt. En dus het ging over een Vincent die gestrand was op een eiland, die of werd gered of die daar voor eeuwig bleef, of die werd aangevallen door piraten. En dat soort verhalen waren het. Haar boek is al een tijdje te koop in de winkel en heeft al veel positieve reacties ontvangen. Ja, ik had een paar hele mooie recensies heb ik intussen gehad. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoor inderdaad al van mensen dat ze het een spannend en vlot leesbaar boek vonden. Dus nou, daar ben ik ook heel blij mee.